En welkom allemaal weer bij de Shadow of Mordor serie. We gaan verder met deze quest en dat is van, hoe heet die, Smeagol? Gollum? En wow, wat moeten we met dit beest doen? Laten we gaan kijken, ik ben benieuwd. Het ziet er wel indrukwekkend uit. Oké, het ziet eruit dat Smeagol weer een spoor heeft achtergelaten en dat we dat spoor moeten gaan volgen. Dus we kunnen gewoon zijn voetstapjes volgen en dan kijken waar we komen. Moeten we even oppassen, want er zijn wel van die gekke beesten daar beneden. Kijk hoor, heb ik iets over het hoofd gezien? Nee, volgens mij gaat het goed. Hij is hier naar boven geklommen, dus laten we dat gewoon volgen. Iets naar links moeten eigenlijk, juist. En blijkbaar is hij daar helemaal verderop. Hier zijn geen beesten ondertussen. Oké, en dan kunnen we door. Oké, we moeten dat ding neerschieten. En wat moeten wij doen? Oh, de cave ingaan, oké. Snel, we hebben nog maar 12 seconden. Hier gaan we. Ik weet niet precies waar we nou op zoek zijn. Volgens mij Gollum nog en die lijkt dan hierin te zitten ofzo. We kunnen hier naar boven. Laten we dat maar even voor de zekerheid doen. Ik weet namelijk niet wat we hier nog allemaal tegen gaan komen. Het ziet er hier wel pittig gaaf uit. Geen beesten tot nu toe, dus we zijn nog veilig. Oké. Kijk, we kunnen hier ook nog gewoon... Holy crap, wat is dat geluid? Oké, daar kunnen we iets oppakken, dus dat kunnen we sowieso even doen. Het probleem is wel nog die krook die ons achterna zit. Ja, allemaal prima. Waar moeten we zijn? Volgens mij loopt dit dood, toch? Oh, daar kunnen we naar boven. Denk al, hè? Dat is raar. Oké. Ik heb telkens het idee, telkens als we naar beneden springen, dat we hem dan tegen kunnen komen ofzo. Holy crap, check al die voetsporen. Als we die voetsporen zouden moeten volgen, hè, dan is hij... Ja, waar is hij dan heen? Denk daar boven. Ik denk dat het daar is. Allee op. Zit hier. Hier is in ieder geval wel iets. Kijk eens aan. Thank you.
the Second Age. I'd heard the stories, but I remember my name now. I shaped the history of Middle-earth. I crafted the Rings of Power. Fly, you fool. Whoa, what? Okay. Holy shit, oké, we kunnen dus het richten en vervolgens ergens naartoe vliegen. Dus bijvoorbeeld, nee, even kijken, zo. En dan datzelfde weer hier. En dan kunnen we even wat pijlen oppakken, die zullen we wel nodig hebben. Nee, hier kunnen we nergens naartoe. Oké, dan moeten we gewoon blijven rennen. Ook nergens naartoe. Oh, we hadden daar nu wel ergens naartoe gekund. Oké, blijven rennen, blijven rennen. Go! Holy crap. Oké, dit is één gekke missie. We kunnen hem nu niet meer gebruiken. What the heck? Normaal kan ik daar gewoon naartoe vliegen dan. Zijn al die beesten nou ook bang? Of wat is het precies? Oh. Oké, ik denk dat het nu wel tijd is om te rennen. Oh, lol. Good riddance. I'm the one responsible for all of this. That's why Sauron wants me. No. No. Bright Master is good. He looks after us. Shut your insolent mouth. Nasty ranger. He knows nothing of the Bright Master. I know of his legend. How Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your king. And the precious. The Master makes it too. I have no memory of any such thing. Why would it even matter? Master must remember. Yes, he must. We dig up more treasures. Yes, yes, yes. And then he will take us to it. Wow, die vent is zo nasty. Oké, wel goede X-points binnen. We hebben hier wat we moesten verzamelen. Kijk eens aan. En nu moeten we eens even gaan kijken wat de plan voor nu is. Maar de Nazgul zijn destroyed. Zoals er veel die komen in contact met de Rings of Power. Want we moeten dus die War Chiefs, ik zal ze even laten zien. Deze gasten moeten we verslaan. Dus alle vijf. En we kunnen met hem kunnen een quest of een... Dan krijgen we een soort van opdracht. Dus misschien is het wel leuk om die te gaan doen. Kunnen we voor de zekerheid even kijken wat zijn zwakheden waren. En combat finishers en ranged attacks. Dus dat is wel goed om te weten. En dan stel ik voor om daar naartoe te gaan. Moeten we wel een heel eind. Dus als we even fast travelen, dan scheelt dat een hele hoop. Want even kijken, het is hier... Ja, maakt echt niet zo uit welke pakken. We pakken dan gewoon deze bijvoorbeeld. Zo, maar was wel een gave quest met een grote beest. Ik weet niet precies hoe het heette. Ik heb trouwens dit nog nooit gezien. Nou, dit is die muur waar we toen die openingsscène in kregen. Daar is weer zo'n groot beest, man. Oké, ik denk dat ik er gewoon maar zo ver mogelijk vandaan blijf. Dat dat het beste is. We gaan dus hier even snel naartoe rennen. Met deze sprint mechanics moeten we daar redelijk snel kunnen zijn. Holy crap, dat was echt niet de bedoeling. Even die slaven bevrijden. Oh, hier. Ik dacht al, waar is die dude? Oké, okay, dan krijgen we namelijk per slaaf... Sorry, per slaaf krijgen we ook nog wat X-points. Dan moeten we nog een klein stukje verder... En dan kunnen we daar dus die quest gaan doen. Alles in deze map, je bent nu, tenminste ik ben nu zo gewend met al die
grote open world games dat zo lang duurt totdat je van de ene kant naar de andere kant gaat. Maar dat is hier nog wel goed te doen. Oké, ik ben erg benieuwd of dit gaat lukken. Hij is namelijk level 12. Dat is wel best wel hoog. Maar hopelijk krijgen we wat hulp van onze grote vriend. En dan zullen we wel zien hoe ver we komen. Kill a berserker with a ledge kill. Oké. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen. Laten we eens even gaan kijken of we eentje kunnen roepen. Oké, hij komt nu hierheen. Dan kunnen we hem uitschakelen. Oké, dat was één. En de tweede kunnen we nu gaan killen. Als hij hier naartoe komt. Steady. Oké, ik word van onder wel bijna gezien. Dus ik moet wel even snel omhoog. Holy crap. Ah, dat is dus de other twin. Sick, oké. We moeten even oppassen, want als het goed is gaat hij ons nu al wel zien. Holy... Oh. Hij was, kon dus wel damage krijgen van deze pijlen. Dus dat is wel goed, maar ja, die heb ik niet oneindig. Oké, laten we eens even gaan kijken. Want we moeten nu echt even het een en ander gaan doen om dit allemaal werkende te krijgen. Check dan hoeveel gasten hier zijn. Hey. Dat is toch echt niet meer normaal. Oké, als ik ze even allemaal hier naartoe haal. Zo. Hij is al bijna dood namelijk. Even kijken, spatie. Hier gaan we, is dit het laatste? Juist, oké, we hebben hem gekild. Nu moeten we alleen nog de rest zien te killen als die niet gaan vluchten. Dat zou wel kunnen houden. Could I borrow you? I need a
sharper blade. Oké, die Redback is echt totaal gestoord. Oké, weer goede X-points wel weer verdiend. Dus dat is in ieder geval prima. We zijn nu wel in de middle of nowhere. Dat kan je wel zeggen. Oké, we moeten dus 4 Warchiefs nog killen. We hebben hier nog een quest, maar die kunnen we blijkbaar nog... Oh, die kunnen we pas doen... Nadat we alle Warchiefs hebben gekilled. En... Oké. En we hebben hier nog iets nieuws. Wat is wijsheid? Ik zal eens even gaan kijken hoeveel punten ik heb. Want we kunnen ook weer het een en ander upgraden. We hebben nog een ability point. En we hebben dus ook nu voldoende om een nieuwe tier te bereiken. Dus we zouden even kunnen gaan kijken wat de nieuwe activiteiten zijn. Ja, dit is wel echt handig, want hiermee loop ik vaak vast dat je iemand probeert te killen op het moment dat hij zo laag zit. Maar dat duurt dan veel te lang. En hier gaat het blijkbaar wel snel. Oké, dat is op zich ook best sick. Ja, die gebruik ik niet zo heel vaak, maar dit ziet er op zich wel sterk uit. Holy crap, dat je zo door zo'n schild heen kan beuken. Oké, gaaf. Een little version of Shadow Strike, dat is ook echt heel goed. Sick. En deze is ook wel sterk, want dan zou je weer wat pijlen kunnen krijgen. Met die pijlen kan je natuurlijk weer heel veel mensen killen. Ik denk dat ik voor deze ga. Deze heb ik trouwens nog ineens upgegraded. Dat is wel heel erg. Oké, we zouden hier nog wat upgrades kunnen doen voor wat gadgets. Maar eigenlijk wil ik hier weer even wat upgrades voor doen. Dus we wachten nog even mee. Oké, en nu de volgende. We zouden natuurlijk nog een Warchief kunnen gaan killen. Maar we moeten nu wel echt even goed opletten. Dat we bepalen welke Warchief... Want stel je voor... Oh, deze zijn onder zijn leiding. Huh? Dat is vet. Deze is helemaal alleen. Als we deze eens gaan proberen te killen. Moeten we wel even kijken waar die is. Waar die zich bevindt. Oké, daar... Verderop. Kijken of we sneller naar kunnen vasttreffelen. Want dat denk ik wel. Want we zijn nu helemaal hier beneden en we moeten daar naartoe. Laten we hier naartoe gaan. Wat we ook kunnen gaan doen, want we hebben hier ook nog iets. Deze special reward. Deze hebben we nog helemaal niet gedaan en die staat er al zo lang. Dus laten we daarmee beginnen. Moeten we hier naar beneden. Holy crap, hier staat iemand achter het muurtje volgens mij. Als we dit eens gaan proberen. Oh, dit is ook echt iemand die we moeten killen. It's the sound of impending doom. The sound of your death. Oké, even kijken waar hij sterk in is. Oh no, hij heeft allemaal mensen opgeroepen. Nou, we weten dus echt helemaal niks. Dus dan gaan we maar gewoon hem proberen zo snel mogelijk te killen. Voordat hij versterking heeft opgeroepen. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk worden. Denk ik, want die versterking is er al bijna. Oké, nou moeten we wel even de rest weten te killen. Op met het vuur misschien. Oh no, is nog iemand. Oh, hij gaat er ook vandoor. Even kijken, moeten we hem in zijn been schieten. En we moeten even dit vuur ontsteken. Zo.
Oké, hij mag echt niet vluchten. Want hem willen we wel echt even killen. Hier gaan we. Wow, is hij ook al aan het vluchten? Op zijn been. Deze moet ik erop. Hoe moeilijk is het om deze gast te killen? Ja, hè, eindelijk. Oké, hij is dood. Nu moeten we die andere dude wel echt even in de gaten gaan houden. Even deze gast killen. Ik weet nog niet hoe. Zo misschien. Oké, hier gaan we. Als we die andere gasten trouwens even allemaal weten te killen, dan kunnen we hem ondervragen. En even kijken, nu zo. En dan kunnen we hem ondervragen. Oké, gelukkig. Hopelijk komt die andere dude er niet aan. Want we wisten van één iemand wisten we nog niks. Eigenlijk van twee. Dus laten we deze even bekijken. Oké, dat is blijkbaar de War Chief. Juist, en hebben we hem ook weten te killen. Opeens begint iedereen weg te rennen. En dan gaan we. Special move. Oh, die is wel echt sick. Echt niet normaal. Oké, kunnen we deze oppakken. Dat is weer een goede rune. En kunnen we hier nog oppakken. Als we op een gegeven moment die runes niet meer nodig hebben. Dan kunnen we ze ook gewoon verwijderen als we willen. Holy crap. Check hoeveel gasten hier zijn dan. Oké, dan kunnen we hem ook ondervragen. Dan kunnen we bijvoorbeeld gaan vragen waar deze dude zich bevindt. Oh, dat kunnen we blijkbaar niet. Check hoeveel nieuwe gasten er allemaal weer komen. Deze misschien maar even kijken. Level 14, dat is ook hoog, hè. Volgens mij moet je echt War Chiefs killen om die informatie te verkrijgen. Oké, deze neer. We moeten ze toch echt even allemaal één voor één gaan killen. Oké, nu hebben we weer special attack. Gaan we. We kunnen ook even wat pijlen schieten. Misschien gaat dat wel wat sneller. We moeten wel even opletten dat hij er niet vandoor gaat. Wow, check al deze mensen. Dit is sowieso een boss. Tenminste, dat leek zo. Deze nog even. Die pijlen zijn echt zo sterk. Dat is niet normaal. Oké, hier gaan we weer. Oh, we hebben ook weer te maken met iemand die meer van de range attacks is. Die vent gaat er in ieder geval vandoor, dus daar zullen we helemaal niks meer aan hebben. En nu konden we volgens mij in één keer hem... Even kijken, nu ben ik even vergeten hoe dat werkte, want we hadden zo'n special attack. Maar die werkte daar net niet. Waar is die range dude? Zit hij hier bovenop? Ik denk het namelijk wel. Ja, hij is hier. Wow, oké. Hem schot ik gewoon even naar beneden. Hij probeert ook gewoon mij neer te gooien met een of andere beltjes of zo. Wow, die aanval is zo sick. Is echt niet normaal. Lekker hoofdje eraf. Oké, als we hem even vastpakken, dan kunnen we hem wel trainen. En dan hebben we weer even wat ammo. Nog een keertje. Oké, dan is hij wel dood. En dan gaan we toch eindelijk de quest doen waar we eigenlijk voor kwamen. Voordat de hele chaos losbrak. Moeten we deze War Chief blijkbaar killen. Dat gaat denk ik wel lukken. Die was level 8, dus dat moet wel te doen zijn. Nou, daar komt hij met heel zijn gang.
Was dat weer dat we alle gangleden eerst moesten killen? Denk het wel. Eerst even kijken waar hij goed en slecht tegen is. Hij kan gedamaged worden bij range attacks. Dus dat is wel goed om te weten. Eerst dus die andere dudes uitschakelen. Dan zijn we daar alvast klaar mee. En nog eentje. En dan kunnen we deze pijlen ook net zo goed gewoon op hem gebruiken. Holy crap. Waar komt die vent opeens vandaan? Die gasten zijn wel sterk, kan ik je wel vertellen. Maar we gaan gewoon proberen om ze zo toch uit te schakelen. Oeh. Oh, daar komen nog versterkingen aan. Oké, we kunnen hem ondervragen. Nee, dat kan hem blijkbaar niet. Oh, oké, dat is wel gaaf dat we hem zo hebben gekild. Ik wist niet dat dat kon. Dus daar wel weer goede X-points voor. En dan moeten we even kijken, want we werden hier in de rug aangevallen. Dat we die wel even killen. Kijken, waar is zijn hoofd? Nog eentje. En die zit daar gewoon achter te verstoppen ofzo. Ik weet niet precies wat er was. En dan hebben we weer een rune bij. Helemaal goed. Oké, ik denk dat we daar voor houden voor vandaag. Het gaat aardig goed. Maar we moeten dus binnenkort echt wel even de War Chiefs gaan killen. Maar zo, als we zo doorgaan, dan komen we wel stapje voor stapje. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal super erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Laat me natuurlijk weer weten wat jullie ervan vonden. En een duimpje omhoog als jullie hem leuk vonden. Zal me echt super erg helpen. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer.